hoe je deze schattige bumblebee kunt maken met je rainbow loom. Allereerst zorg je ervoor dat de rijen gelijk aan elkaar staan. Dus ik heb dat al gedaan, dus ik kan verder gaan. Je pakt twee zwarte bandjes. Bij deze bij gebruiken we de hele twee bandjes tegelijk. En die doe je één pion naar voren. Dan doen we hetzelfde met twee gele bandjes. En dan weer twee zwarte. En dan weer twee gele. Ho. Eén pion naar voren. Nu zie je dat we 4x2 bandjes hebben geplaatst. En nu gaan we nog 2x2 zwarte bandjes doen voor het hoofdje van de bij. Eén keer twee. En nog een keer twee. Nu ziet het er zo uit. Dan gaan we weer twee zwarte pakken. En dan gaan we de linkerrij doen. En we gaan eerst van de middelste eerste pion schuin naar de linker tweede. Zo, en dan pakken we twee gele. Die doen we één pion naar voren. Hetzelfde met twee zwarte, twee gele, twee zwarte en allerlaatst nog twee zwarte schuin naar het midden. En we gaan weer terug naar het begin. Nu gaan we de laatste rij doen. Ik druk dit even naar beneden zodat er nog twee elastiekjes bovenop passen. Dan pak ik er dus twee en die doe schuin naar de rechter tweede pion. Dan doen we, pak ik twee gele en die doen we één pion naar voren. Zwart. Ho, de fine gele. Geel. Zwart. En de laatste keer zwart wordt weer schuin naar het middenhoofd. Naar bovenop. En nu druk ik dat allemaal even naar beneden. Zo ziet het er nu uit. Nu gaan we nog elastiekjes zo plaatsen. En eerst twee gele. Ik druk dit allemaal even naar beneden. Zodat deze twee gele er bovenop passen. En ik plaats je er zo op. Hetzelfde met twee zwarte op de volgende rij. En die doen we er ook recht overheen. Dan de volgende twee gele. Ook weer recht overheen. Dan twee zwarte. En allerlaatst met hier nog twee zwarte. En daar gaan we eerst. Maar we gaan eerst even iets doen voor de oogjes. Ik ga weer witte oogjes doen, net als hier. En ik pak mijn haarnaald. Pak een wit bandje. Doe ik op mijn haarnaald, hou ik even vast met mijn andere hand.
Dit is, en dan ga ik 3 ringetjes maken. Dit is 1, 2 en 3. Pak nog een witte. Gaan we hetzelfde doen. Gaan we ook weer 3 ringetjes maken. Dus 1, 2, 3. Nu pak je 2 zwarte bandjes. Op je haaknaald rek je uit. En dan duwen we deze 2 witte bandjes op het zwarte bandje. Dit is echt moeilijk. Kijk, bij mij gaat het nu al fout. Er schiet 1 los. Dus dan mag ik het weer overnieuw gaan doen. 3 keer 3 ringetjes maken. Nog een keer. En de 2 zwarte uitrekken. En dan schuiven we ze weer opnieuw even op. En nu hopen dat het blijft zitten. Ja. Blijft zitten. Dan gaan we weer terug naar de loom. Plaats ik eerst deze linker erop. Dan duw ik het enige witte elastiekje even naar links. Zodat die tussen deze 2 pinnetjes zit. Dan zorg ik dat de elastiekjes hier ook op zitten. En dan duw ik deze weer even naar links. En dan deze 2 op de rechter pion. En bij mij zitten de oogjes er ook op. Zo ziet het er nu uit. Nu gaan we voor allerlaatst nog 1 capband plaatsen. Hier achter. Voor het haken straks. We maken een capband van 3 ringetjes. 1. Uitrekken. Draaien. 2. Uitrekken. Draaien. En de opzetten 3. Dan gaan we nog even de vleugels plaatsen. Ik ga weer 3 vleugels aan elke kant doen, net als bij deze. En in totaal heb je dus 6 nodig voor de vleugels. Ik druk dan deze kant even naar beneden. We gaan het eerste elastiekje voor de vleugel van deze pion naar deze pion plaatsen. Dan pakken we de volgende. Die plaatsen we van deze. Nou, dan moet ik alles even naar beneden drukken. Anders past er niet 1 op. Van deze pion. Naar de volgende. De laatste vleugel gaan we hieronder doen. Als je de 2 vleugeltjes wilt aan elke kant, dan moet je nu stoppen. Maar als je er 3 wil doen, net als ik, dan plaats je er nog eentje onder. Aan de andere kant gaan we precies hetzelfde doen. Ik druk eerst even alles naar beneden. Oh, mijn loom schiet los. Even goed vastdrukken. En dan gaan we eerst van deze pion naar deze pion. Dan van deze pion naar deze pion. En dan omdat ik 3 vleugeltjes doe. Oh. Nog hier eentje. En zo ziet het er nu dan uit. Nu gaan we beginnen met haken. We draaien onze loom om. Om de opening het snelst toe te wijzen. Nu steken we hierin en gaan we de elastiekjes, 2 elastiekjes zoeken die recht naar voren gaan. Bij mij zijn dat de onderste, als het goed is bij jou ook. Oh. Ja, ik heb ze. Doe
ze eroverheen en breng ze naar voren. Steek hier. Ho. Ja, hij staat scherp. Steek hier erin. Pakken deze twee bandjes. En doe over pion heen naar de volgende. Steken we hierin, pakken we onderste twee gele bandjes. Brengen we één pion naar voren. Dan steken we hierin, pakken we onderste twee zwarte bandjes. Brengen we één pion. Ho. De ene lukt wel, de andere schoot er los. Die breng ik even terug en die brengen we ook één pion naar voren. Dan steken we hierin, pakken we de twee gele bandjes over pion heen. Naar de volgende. Steken we hierin. Gaan we nu de laatste twee pakken. We gaan ook over de pion heen. Ho. Die zetten we op de volgende. Terug naar het begin. Nu gaan we hierin. En dan ga ik. Ik vind het makkelijker om via de zijkant de twee stiekjes, want die moeten nu de tweede stiekjes zoeken die naar links gaan. Dit is echt een gepriegel. Zo ben je weer terug, want ik kan ze even niet vinden. Je moet twee elastiekjes zoeken die naar deze pion moeten gaan. Ik heb ze gevonden. En ik ga ze naar links brengen. Zo, op deze pion. Steken we hierin. Pakken we deze twee. Brengen we op de volgende pion. Steken we hierin. Pakken we de gele, twee gele. Naar voren. Op deze pion. Steken we hierin. Pakken we de twee zwarte. Over de pion heen. Eén naar voren. Het is de bedoeling dat je een mooie druppelvorm creëert. En dat is hier niet helemaal goed gegaan. Ik steek hier even in. Ik ga even heen en weer. Zo, en hij is goed geschoten. Ik steek hierin. Ik heb twee gele. Over pion heen. Naar de volgende. En mijn loem schiet alweer los. Het gebeurt inderdaad erg vaak. Ik druk hem weer even vast. En we gaan verder. Steek je hierin. Pakken de twee zwarte. Over de pion heen. Naar deze pion. En mijn schot inderdaad alweer los. We gaan nu hier weer naar het begin. Steken we hierin. Onder de capband pakken we deze twee. Over de pion heen. Naar de rechte pion. Ik heb inderdaad dus de druppelvorm weer niet goed gelukt. Dus steken we hier even in. Rek een beetje uit. En zo. Nu hebben we hier ook een druppelvorm. Dan steken we hierin. Pakken we deze twee zwarte bandjes. Die brengen we naar voren. Hier steken we in, pakken we de twee gele, brengen we naar voren. Ja. En mijn loem zit alweer los.
Zeker hierin pakken de twee onderste zwarte bandjes. Oh. Ja, ik heb ze. Pion heen. Oh. Ja. Yeah. Dit is lastig. Ik kom zo weer terug. Er is een elastiekje geknapt. Dus ik ga het even fixen. Oh. Ik heb het gefixt en ik heb ook het elastiekje ook al naar voren gebracht. Zoals je kunt zien. Dus ik ga verder hier. Ik steek erin. Pak de onderste twee gele bandjes. En chips. En nu is hij nog een geknapt. Het elastiekje zit er weer op. Maar de reden waarom mijn elastiekjes zo vaak knappen, dat kan zijn omdat ik, ja, ik heb niet... Ik heb goede en slechte kwaliteit elastiekjes door elkaar gegooid. Inderdaad niet zo slim. Maar bij sommige armbandjes maakt het niet uit. Alleen, ik bedoel, dit is iets heel anders. En nu komen de elastiekjes erg strak te staan. Dus ik ga nu door met het laatste. Want ik heb dat andere gele elastiekje gefixt. Ik steek erin en ik draai een beetje zo. Zodat alles een beetje losser wordt. Dan ga ik deze twee zwarte elastiekjes pakken. En dat gaat inderdaad niet zo lastig. En alles is gehaakt. We gaan hier nog een klein knoopje maken. En dat doen we met een zwart elastiekje. Steek je hierin. En er... alle elastiekjes door. Zet dit soort elastiekje op je haaknaald. Schot eraf. En dan trek je die door alle elastiekjes heen. Is er nu alle twee op. Haal je de achterste, allereerste zorgje even. Je haalt de achterste over de voorste. Dan kun je het laten vallen en dan kun je aantrekken. Zo, nu zit hij strak. Nu kunnen we hem eraf halen. Ik begin liefst hier, omdat hier zoveel elastiekjes op zitten. Dat krijg ik er niet meteen af met mijn haaknaald. Dus ga ik onderaan beginnen. Probeer dit vooral voorzichtig te doen, want anders kan het zijn dat er nu nog elastiekjes knappen en dat wil je niet. Zorg ervoor, ook al ben je nu enthousiast, yes, hij is af. Wees voorzichtig, want anders dan kan het nog voor zorgen dat er een heleboel elastiekjes gaan knappen. Zo, we zijn aangekomen bij de laatste. Ik trek die met mijn vingers eraf, maar ik gebruik mijn haaknaald er nog even voor. Zo komt hij er vanaf. Dit is dus de achterkant. Dan draai je hem om. Hij is nog heel bol hier. Dus dan trek je hem even in vorm. En de vleugeltjes kun je even aantrekken, zodat die er ook goed uitkomen. Nu moeten we nog één ding doen. Dit knoopje wegwerken. Steek je haaknaald ergens in. Pak het
pakt een deel van het knoopje. Die doe je om je haaknaald. En dan trek je die erdoor heen. Nu zit hij aan de onderkant nog. Klein stukje. En dan kunnen nu dus met, op deze manier kunnen net zo lang wegwerken. Verder gaan totdat hij volgens jou mooi weggewerkt is. En het is bij mij nu zo. Dit was de video. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.